Nee, ik vind het zijn maar rare tijden. Hè? Die virtuele wereld die wordt steeds realistischer en die realiteit wordt steeds ongeloofwaardiger. Dat hoorde ik, dat wist ik ook helemaal niet. De PC die gaat helemaal verdwijnen. Die verdwijnt. Ze verwachten dat over 7 à 8 jaar is gewoon alles Apple, wereldwijd. Toen dacht ik ook, dat is toch ook idioot. Dat, volgens onze Bijbel zijn we ooit uit het paradijs verdreven, omdat een duivelse kracht ons probeerde te manipuleren en ons probeerde naar een andere, interessantere wereld te krijgen. En het enige wat we hoefden te doen, was een hap nemen uit een appel. Laat dat nou het symbool zijn van het rijkste, meest invloedrijke bedrijf ter wereld, dat ons probeert te verleiden naar een andere virtuele wereld te komen. Klopt misschien niet aan wat ik vertel, maar het is wel waar.